Want al die salesstrategieën en al die marketingstrategieën, je kan er ook in verdwalen en dat kan je ook wegtrekken bij, bij jouw eigen authentieke ja, absoluut. zelf. Ja. Dus dat is altijd wel weer voelen, proberen en dan weer terug naar binnen en voelen, klopt dit voor mij? Ja, ja. Klopt dit voor, voor, voor mijn klanten, voor mijn leads voor, en klopt dit voor mij? Vooral voor mij. Ja. Want als het voor mij klopt, klopt het ook voor de mensen om me heen. Zes jaar geleden lag je nog doodziek op bed en nu zit je stralend voor me. Ja, ik, het raakt mij als je, dat, uh, als je dat zegt, merk ik. Ik moet ook een beetje van huilen. Maar het, ja, het, ik vergeet heel snel. Uh, het, het ligt. Het, voor mijn gevoel wat, is het zo ver weg dat het bijna niet meer waar is. Maar als jij het dan benoemt, voel ik wel weer dat het echt waar was en dat ik echt heel erg ziek was. Ja, ja. En dat ik, de, de, het huilen wat er nu dreigt te gebeuren is echt omdat ik. Zo dankbaar ben dat, dat dat voorbij is en dat ik hier nu zit. Ja, wat ja. mooi. Ja. En wat heeft alles voor je veranderd? Ja, die wet van de aantrekkingskracht, letterlijk. Dus ik, uh, ja, een jaar of vijf geleden inderdaad. Um, hoorde ik voor het eerst over die wet van de aantrekkingskracht door. Uh, Abraham Hicks. Mm. En um, ik, ik luisterde naar haar. En in eerste instantie snapte ik echt geen reet van wat ze zei, maar er was iets wat. Van binnen aanging bij mij en dat ik dacht: Dit is iemand die mij de waarheid aan het vertellen is over het leven. Hier moet ik naar luisteren, dit moet ik horen. Dus ik ben gewoon maandenlang, uren, elke minuut van de dag naar haar gaan luisteren. En na een maand of drie dacht ik: Ik ga gewoon proberen mezelf te genezen. met wat zij mij nu aan het leren is. Ja. En toen was drie maanden later mijn bloed schoon. Wow. En toen dacht ik: Ja, volgens mij heb ik de sleutel van, letterlijk de sleutel van het leven gevonden. Ja, ja. Ja. Oké, okay, en um, was je destijds al ondernemer of nog Nee, niet? Of want ik was dat is leven, het. Ja, je was natuurlijk ziek, dus ik je kon ziek, niks was en ik mee. was, ik was tot, totdat ik ziek werd was ik eigenlijk zzp'er geweest. Ik in de makelaarij en, en en als stylist ook. Ik heb echt een beetje van alles lopen. Ik was er was altijd wel een beetje zoekende en dwalende al hoor, voordat ik ziek werd Dat ik niet echt nog mijn plek in het leven had gevonden. Um, maar ja, ik, ik was dus ZZP'er, dus toen ik ziek werd, had ik, had ik ook geen inkomen meer. Nee, nee. Dus ik had en geld zorgen en ik was ziek. Dat vond ik echt een killing combinatie. Mm -hmm. Ja, dubbele echt. stress eigenlijk, Dat Dus gewoon dubbele stress. Uh, daarom, ja. Ja, ja. ja. En ik vond bijna het, ge het gebrek aan geld nog zwaarder dan het gebrek aan gezondheid. Wow. Ja, ja. want je, uh, je, je kan ook nog eens een keer jezelf niet geven wat je nodig hebt, omdat alles geld kost. Ja ja Dus als iemand zei koop, anders dat of dat, of ga naar die en die arts, of ga, dacht ik: Ja, uh, hoe dan? Dat kan dus niet. Nee, dat gaat niet. Nee. nee. Dus en, ja. en hoe, uh, want je zegt of nou, oké, okay, de wet van aantrekkingen heeft me eruit uh, geholpen. Um, vanaf daar, uh, nou ja, toen voelde je weer beter. Ja. Um, hoe ben je uh, ja, bij een online bedrijf uh, terechtgekomen nou, vanuit daar? Nou, dat is eigenlijk dat, dat heeft dat, heeft verschillende intenties gehad voor mij. Um, de eerste was natuurlijk toen ik dit ontdekte, die hele wet van de aantrekkingskracht, dat ik al heel snel dacht: dit moet iedereen weten. Dit moet gewoon echt iedereen weten. En ik merkte ook dat ik het aan iedereen die het maar horen wil aan het vertellen was. Dus ik dacht op een gegeven moment, volgens mij moet ik hier mijn bedrijf van maken. Ja. ja. <laughs> ja. Dus, uh, dus dat, dat was het eerste van, van nou ja, dit, dat kan niet anders dan dat ik dit andere mensen moet gaan leren. Toen had ik niet meteen door in welke vorm, maar al vrij snel kwam die ook wel. Werd die ook wel zichtbaar voor mij. Omdat ik dacht. Kijk die jaren dat ik, dat ik ziek was. En wat ik net tegen jou zei over dat. Dat niet kunnen, geld kunnen verdienen. Omdat je ziek bent. Ik dacht dat gaat me nooit meer gebeuren. Ja, Dus ik ben naar een verdienmodel gaan zoeken. Die het toestaat. Om ziek te kunnen zijn. Letterlijk. Mm -hmm. En ondertussen dat bedrijf. Het geld blijft uh, binnenstromen. Ja, ja. En dat is een online bedrijf. Ja, ja, toen kwam je bij online ondernemen bij we online ondernemen uit. Ja, en ja. voor de mensen die er wat minder bekend mee zijn, de wet van de aantrekking, kun je dat kort, ja, het is natuurlijk zoveel, maar ja, het is kun je het natuurlijk kort een super, super gelaagd onderwerp. Ja. En het is heel lastig als je aan de oppervlakte blijft, want dan, dat roept vaak meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Maar goed, we, we doen een poging. Um, je gedachtes en je gevoelens hebben een bepaalde trillingsfrequentie. En nou, laat ik het eigenlijk nog simpeler maken. Gedachten en gevoelens bepalen wat je aantrekt in dit leven. Dus als jij het gevoel hebt dat je niet waardevol bent, dan is de kans dat je situaties die, die dat gaan bevestigen, dat je die aantrekt, ja, eigenlijk heel groot. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk in de notendop. Dus even om een voorbeeldje te geven. Ik moest dus letterlijk de overtuiging ik ben ziek loslaten als ik beter wilde worden. Dus ik lag ziek op mijn bed en ik moest mezelf uit die staat van zijn zien te tillen van binnen en me te gaan voorstellen dat ik beter ben. Dus alle gevoelens en gedachten die ook maar bleven doorzuren, ja maar je bent toch wel ziek, ja maar je hebt toch pijn, hè? die moest ik voortdurend loslaten mm -hmm. om, uh, ja, ja, om dat verhaal niet te blijven vasthouden, om die situatie niet te blijven vasthouden. Ja, ja. Hey, je bent het, voor jou heeft het super goed gewerkt. Je voelde ook de motivatie van dit moet iedereen weten. Ja. Um, ik snap het vanuit jouw verhaal, zeg maar. Uh, waarom, wat zie jij zeg maar, in de wereld waarom iedereen dit zou moeten weten? Um, nou ja, letterlijk. Ik, ik denk letterlijk dat als iedereen dit zou weten. Als iedereen het leven echt gaat leren kennen en zichzelf echt gaat leren kennen, dat er dan geen lijden meer is. Zover wil ik best wel gaan. Ja, dus een leven zonder lijden. Dan is er een leven zonder lijden mogelijk. Wow. Ja. Ja. En dat betekent natuurlijk niet dat er, zelfs bijvoorbeeld, dat is dan eerst wat mensen zeggen, ja, maar dan gaan toch altijd mensen dood, weet je wel? Mm -hmm. Maar dat is nou juist als je inderdaad het leven gaat leren kennen en als je inderdaad echt gaat ontdekken wie je werkelijk bent, want dat is wel Eigenlijk een en hetzelfde, dan ga je ook de dood kunnen omarmen. Ja. ja. Dan is dat geen lijden meer. Nee, mooi. Ja. Net ja. als ziekte, en eigenlijk alle andere dingen ook. Ja. En vanuit daar besloot je van: oké, okay, nou, ik ga uh, dat online. Uh, en online producten neerzetten. Ja. Uh, ja. Uh, je hebt een mooi programma uh, neergezet. Ja. Um, ja, hoe is dat voor jou geweest om nou, een programma over de wet van aantrekking uh, te maken nou dat, dat is sowieso in de eerste plaats een heel intens proces geweest ja. um, het, is namelijk, het is geen makkelijk onderwerp dus het is het... Het, het kunnen uitleggen, heeft, het heeft heel lang voor mij geduurd om het echt goed te kunnen uitleggen. En dat is een heel erg zoektocht geweest ook mm -hmm. voor mij. Om echt de woorden aan te om, vinden, om, zeg maar. Ja, want het is, het is gewoon best wel ingewikkeld. En mm -hmm. ik heb het ook in dat programma ook echt uh, de kwantumfysica erbij gepakt. En echt geprobeerd me te verplaatsen in... Ja, eigenlijk ook mijn eigen nieuwsgierigheid erin gelegd. Gewoon tot het gaatje gaan om ja. het echt te kunnen snappen. En het vanuit het snappen ook te kunnen toepassen. Ja, ja. Dus... Uh, ja, dat is en ik heb hem ook eigenlijk het programma zoals hij nu staat, er zijn nog twee programma's aan vooraf gegaan. Dus en, en deze laatste is denk ik echt voor de komende... die is al vijf jaar proof, zeg maar. Ja, ja dus, je, dus het is wel een, een, echt een proces ja, echt geweest een proces om het, geweest te te geweest om het beter en, te maken. steeds beter te maken. Ja, en ik denk dat dat veel uh, ja, luisteraars wellicht ook... Uh, dat zullen uh, uh, onderschatten nog. Of het wellicht ook zelf tegenkomen. Ja. Van hoe lastig het is. Je kunt wel bedenken. Hé, hey, ik ga over dit onderwerp, in jouw geval de wet ja. van aantrekking, iets maken. Maar dan ook daadwerkelijk doen. En dan de juiste woorden geven. Ja. Wat ook nog bij jou past. Ja. Want dat is denk ja. ik ook nog een uh, vertaalslag, want ja, je kunt het één op één, ik bedoel, uh, dat doorvertalen, dat werkt niet natuurlijk. Nee, uh, letterlijk. Nou, het, je het wil is jouw draai er aan geven. Ik kan, ik kan zelf wel goed zijn in werken met die wet van de aantrekkingskracht, maar ik heb ook moeten leren om goed te worden het andere mensen te leren. Ja. Maar al dit soort elementen in het neerzetten van mijn bedrijf, want het is natuurlijk een onderdeel mm -hmm. van, het, van mijn bedrijf, daar gebruik ik dus de wet van de aantrekkingskracht voor. Dus, echt letterlijk bij elke keus, bij elke stap die ik maak in het leven, houd ik rekening met die wet van de aantrekkingskracht. Dus als ik zo'n eerste video maakte en ik dacht dat lukt voor geen meter, kut, ik kan het niet en weet je wel? Dan ga ik zitten en dan ga ik mijn eigen, ik noem dat dan mijn life without limits manifestatieproces toepassen om te, om mezelf in alignment te brengen met ik ga gewoon de beste teacher Ever worden, overdrijf maar altijd graag een beetje. <laughs> ja. Maar goed, dat is ook altijd ja, wat ik ja, wil. Maar dat ik wil het gevoel. Gewoon, die... Ik wil ook letterlijk de beste zijn. Dat wil ja. ik eigenlijk altijd überhaupt met alles. Ik bedoel, waarom niet? Als je toch kan kiezen, dan ja. wil ik het liefst de beste zijn. Dus dat is mijn intentie geweest. En ja, als als je denkt als die wet van de aantrekkingskracht, op het moment dat jij jezelf in lijn brengt, in, in alignment brengt met zo'n intentie, dan gebeurt het gewoon. Ja, ja, dus dat is jouw. En haal jij daar dan ook nog externe kennis bij, of zeg je van nee, ik ga gewoon helemaal, voor mij is het wet van aantrekking, that's it. Uh, nou, voor het neerzetten van mijn bedrijf heb ik natuurlijk ook ontzettend veel me verdiept in marketing, in sales, uh, ja, sales en marketing en gewoon überhaupt het neerzetten van een bedrijf. Ik heb me verdiept in, in verdienmodellen alleen. Mm -hmm. Ik kies uiteindelijk altijd uh, op basis van, ja, dus ik heb me heel erg verdiept in alles, maar ik merk dat ik op een gegeven moment ook dan weer dat moet loslaten en terug ja. moet naar, naar binnen en moet, goed moet voelen wat, wat klopt voor mij. Want al die salesstrategieën en al die marketingstrategieën, je kan er ook in verdwalen en dat kan je ook wegtrekken bij, bij jouw eigen authentieke Ja. Absoluut. Zelf. ja. Dus dat is altijd wel weer voelen, proberen en dan weer terug naar binnen en voelen: klopt dit voor mij? Ja, yes. klopt dit voor, voor, voor mijn klanten, voor mijn leads voor, en klopt dit voor mij, vooral voor mij? Ja, want als het voor mij klopt, klopt het ook voor de mensen om me heen. Ja, ja, ook daaruit dan. Hey, en um, uh, nou begon je dan met uh, zeg maar eerst het maken van een programma? En daarna nee. zeg maar, je zichtbaar maken? Nee. Of hoe is dat bij jou gegaan? Nee, ik ben hem gaan verkopen zonder dat ik hem had. <laughs> maar dat was dus zo'n zo, zo advies van bijvoorbeeld James Wedmore. Hè? Dus ja. ik heb James ja, ja, Wedmore ja, ja. echt lang gevolgd. En uh, die zei altijd, uh, verkoop dat ding nog voordat je hem hebt. En, ik da ja. en ja. Dat, daar let ik altijd heel erg bij mezelf op. Want dat leer ik mijn deelnemers op. Let goed op, vooral als je eenmaal begint met manifesteren en release en zo. Let goed op wat resoneert voor jou. Want daar moet je zijn. Ja. Dus als zo'n wie dan ook maar iets tegen jou zegt wat, wat blijft plakken, dan is dat, dan oh, is dat guidance. Daar ja, moet je zijn. Ja, waar je van aangaat, ja, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar ook waar je weerstand op hebt, die, die vaak net zo goed ook. Als iets je irriteert, dan moet je er ook heel even bij stil blijven. Want mijn ervaring is dat daar dan vaak ook wel een iets weggetje is. ligt voor jou <laughs> om naartoe te gaan. Kan je een voorbeeld noemen van iets wat je dacht: nou, dat was in het verleden? Iets ja, dat kan ik nu zo 1, 2, 3, die zijn er echt wel geweest hoor. Misschien kom ik straks nog wel op een, vo op een voorbeeld. Er ja, gaat ja, vast ja. wel iets naar boven ja. komen nog. Maar je ging hem dus eerst kopen. Ja, uh, en hoe ging je dat doen? Want ja, in het begin, uh, ja, wie luistert het naar je, zeg maar? Je... Nou, ik, ik ben kijk, helemaal, helemaal. Het allereerste begin was uh, uh, toen Rutte zijn eerste toespraak deed over dat hele corona-gedoe. Toen wist ik, nu moet ik online gaan. Dit, dit, dit is, dit is mijn cue. Ja, ik wist het meteen. Uh, maar goed, ik had nul volgers. Ik had nog niks. Ik, deed toen, ik had eigenlijk toen alleen nog maar gratis shit gedaan. Een heel klein beetje betaalde, één op één uh, dingen. Uh, toen ben ik gewoon elke middag om vier uur live in Zoom gaan releasen met iedereen die maar wilde. Maar die groep groeide best wel snel. Ja. Mensen zaten allemaal in angst en onzekerheid. En ik ging dat en met... thuis en, thuis. en zat ineens alle tijd. Ja. Dus dat was aan het groeien. En op een gegeven moment heb ik een soort van vaste kern die maar bleef terugkomen: gezegd, hebben jullie niet zin om wat meer next level te gaan? Want ja, ik blijf nu elke keer bij de basis. Omdat er voortdurend nieuwe mensen binnenstromen. Ja. En die, daar heeft toen een, iets van acht mensen bij ja op gezegd. Dus toen ben ik voor hun video's gaan maken. Maar goed, dat was nog heel erg, dat voelde heel erg allemaal als houtje touwtje en zo. Dat was meer spelen en oefenen. En toen dacht ik op een gegeven moment in die zomer van, weet je wat, ik ga webinars geven. Mm -hmm. Dus toen heb ik gewoon die zomer besloten, ik ga gewoon webinars geven, net zolang tot ik daar heel goed in ben. Dus toen ben ik advertenties gaan maken. Geen idee hoe dat allemaal moet, want dat, dat was gewoon echt vliegtuig bouwen terwijl je al in de lucht zit, weet je wel. Ja, 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 Gewoon maar gaan. <laughs> gewoon maar gaan. Dus uh, advertenties schrijven, iemand inhuren die dat online gooide en... Uh, en uh, dat toen had ik iets van zes inschrijvingen na. Ongeveer acht webinar's geven of zo. Nou, dat voelde nog steeds als te veel houtje touwtje. Ik dacht, ik wil gewoon bam, weet je. Ja, ik, ik groot. Wil, ik, ik wil groot. We ja. houden eigenlijk echt heel erg van ja. groot. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik iemand in de arm nemen... die me echt gaat helpen met lanceren. Toen heb ik een één-op-één uh, coach in de arm genomen... die me letterlijk ging helpen met echt gewoon een grote lancering neerzetten. kostte 10.000 euro had ik echt niet. Nee, nee. Op nul euro. Ik heb het geleend. Wow, en ik ben wordt... al ingegaan. Ja, ja, ja. Nou ja. En toen en, had ik 30.000 euro omgezet meteen de eerste lancering. Ja, vet tof. Ja. En dus dat, dat heb je gedaan met door middel van een challenge, hè? Ja, die heb ik toen met zo'n challenge gedaan. Ja, ja. ja, kun je. En dat een beetje hebben, meenemen. toen had ik toen ook dus nog niet liggen. Dus toen nee. had ik echt. Uh, toen het dus verkocht het, toen, uh, oh jee, en toen. En toen moest uh, ik er maken. Ja, ja. ja, ja, ja. maar het ja. is natuurlijk ook uh, fantastisch om dat op die manier te doen. Want uh, ik bedoel, ja, uh, je kunt gewoon toetsen of je aanbod werkt of niet. Daarom. En het, anders heb je al zoveel tijd aan ja, je aanbod. Ja, dat moet je echt besteed. niet doen. Nee, nee dat, dat is super zonde. Ja, nee, je moet hem echt, je moet hem echt verkopen voor, Ja, Zou ik echt doen? Verkoop ja, ik uh, raad het ook aan. En ik vind het ook heel fijn, want je kunt de mensen die het ook kopen, Kun je ook heel erg vragen van uh, om feedback, maar ja. ook uh, waar staan zij. En dat het echt. Uh, nou, plus, kan ze op... zijn er al. Ja. Dus je bent het ook letterlijk aan hun aan het vertellen ja. in die camera. Dus ja. voor mij werkt dat gewoon beter. Want ik, 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 ja, je hebt al een beetje. Ja, je hebt er al een connectie mee ja. door die hele lancering. En je weet wie het zijn. Je uh, weet wie uh, het ja. zijn. Je hebt inderdaad, in in mails en in de DM en tijdens die challenge al contact met ze gehad. Dus je weet waar, waar, waar de problemen liggen. Ja. Ja, dat helpt ja, enorm om. Gewoon, ik vond het. En, en plus, die, ik zeg altijd tegen iedereen: kijk, als één ding voor mensen een probleem is, is dat vaak uitstelgedrag. Ik zeg altijd: creëer urgentie voor jezelf. Ik zet letterlijk een pistool op mijn hoofd. Ja. Ik, zeg, ik, 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 ik zorg bij alles dat ik wel moet. Ja, ja, ja. Met knikkende knieën, angst aanvallen, alles erop en eraan. Ja, uh, volgens mij Robin Sharma noemt dat de uh, Force strategy. Die zegt ook bijvoorbeeld inderdaad, koop het af. Net zoals bij je personal trainer. Betaal gewoon gelijk ja, voor het hele jaar. Precies. En dan ga je het hele jaar ja, ja. Of inderdaad. Je verkoopt het al gewoon en dan moet je. Ja, dan, ik moest wel. Dan, uh, ik moest elke twee weken yeah. modules af hebben. Ja. Ja, 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 ja. En dan heb je dat beloofd. Maar dan fix je het dus ook. En dan ga je het gewoon doen. Ja, natuurlijk. Dan, yeah. dan ga je... Want, ja, je hebt zoveel meer in je dan je dan jezelf denkt. Ja, ja dat, dat is altijd zo. Tot wat je in staat bent. Dat is ongelooflijk. En dat is dan. grenzeloos. Ja, ja en ja. Dan heb je een prachtig uh, programma uh, neergezet daarmee. Ja. Hey, en nou, je deed het uh, uh, met een challenge. Nou, challenges uh, uh, die heb je in vele vormen. Ja. Uh, kun je ons een beetje meenemen van ja, hoe bij jou de challenge eruit ziet? Uh, hoe je dat ja, indeelt? Zeg maar. Ja, nou hij is of drie of vier avonden. Volgens mm -hmm. mij heb ik hem ook één keer vijf avonden gedaan. Dat weet ik niet helemaal. Dus je speelt een beetje kijken van wat. Ja, ik voel gewoon waar ik zelf zin in heb. Eigenlijk doe ik alleen maar waar ik zelf zin in heb. Ik geloof ja. echt dat je als ondernemer moet doen waar je zelf zin in hebt. Want als jij in je zin zit, dan zit je in de juiste energie en daar gaan mensen op aanhaken. Altijd. Ja. Dat, daar heb ik een diep, diep, diep vertrouwen in. Als ik het naar mijn zin heb, heeft de rest het ook naar zijn zin. Ja. Ja, en dan gaan ze mee met mij, weet je wel. Dus uh, ik voor deze aankomende. Uh, ik heb het nu een workshop genoemd. Ik dacht, ik geef het ook eens een andere naam, vierdaagse workshop. Gaan we vier avonden. Um, 21 tot en met 24 november. Dus iedereen die erbij wil zijn, kom erbij. Uh, dus dit keer vier avonden. De vorige keer deed ik ook vier avonden, maar dan met één avond pauze. Omdat ik dat zo voelde. Nu heb ik daar geen zin in. Nee. Het, ik doe gewoon waar ik zin in heb. ja En dan, dan ga je vier avonden live. Ga ik vier avonden Teachen, live op Insta. Uh... En dan ga ik ze gewoon uh, eigenlijk de, ja, echt, echt heel erg de basis leren. Ik noem het een beetje dat laat je laten zeggen dat is de, de basisschool mm -hmm. en als je dan de basisschool hebt gedaan in die vier avonden en je hebt zin om de universiteit te gaan doen dan kan je instappen ja, ja het programma ja. dus ja. leert gewoon de basis en waarom kijk eerder gaf je uh, nou ja, of begon je met uh, webinars zeg maar, ja. te geven en toen ging je over naar de challenge wat is het geweest denk ja. jij dat daar zeg maar waardoor dat uh, veranderde wat is het verschil voor jouw gevoel ja, geweest ik vind toch ik vind toch het lekker om mensen in die vier avonden echt even op een reis mee te nemen. Ja. Zo'n webinar is kort, is, zit te veel voor mijn gevoel ook, op, op, op sales en zo. Het, het is zo'n geprop. Wel, uh -huh. nou, ik geloof als je met mij vier avonden mee op zo'n reis bent geweest, dan wil je daarna gewoon verder. Ja. Yeah, yeah. Je wil gewoon daarna helemaal niet stoppen. Dus ik hoef ook niet, zo, ik hoef niet zoveel sales en zo te doen. Want het zijn gewoon vier vet toffe avonden. Ja, ja, en daarna ja. willen ze gewoon heel graag verder. Ja, dat... dat blijkt ook wel, want die conversie gaat heel goed. Ja, ja, en dat is ook zo tof, want jij hebt jouw manier dus gevonden, ja. uh, dat dit jouw weg is ja. Uh, ja. om zo die verdieping met de mensen te vinden ja. en zo dat vertrouwen uh, ja, van hen te krijgen. Nou, dat, en, daar uh... zeg je ook iets moois, ik denk ook, denk ook dat ik in vier avonden dat vertrouwen ook uh, beter kan krijgen, omdat, omdat ik echt even de diepte in kan gaan. Mm -hmm. Ik kan zeggen, letterlijk dat los laten leren, daar is gewoon wat tijd voor nodig. En trouwens, wat nog een hele grote beweegreden voor mij was, ik, ik, ik lag natuurlijk toen zie ik op mijn bed naar Abraham te luisteren. Ik had 0 euro. Sterker nog, we hadden 40.000 euro schuld. En een loonbeslagen vlogen om ons oren werkelijk. Ik was echt. Als de deurbel ging, dan begon ik helemaal te trillen van angst. Zo, oh. zo bang was ik voor deurwaardes en alles. En, um, uh, en ik lag dus gratis naar haar teachings te luisteren. En ik weet nog het moment dat ik dacht holy fuck, dit ga ik ooit teruggeven aan de wereld. Ik ga ook op een gegeven moment een bedrijf neerzetten... waar een heel groot gedeelte gewoon gratis waarde, mm -hmm. content... voor iedereen die het op dat moment echt niet kan betalen... weet je wel, en die al kunnen, kan meenemen. En dus een heel groot onderdeel van uh, mijn verlangen om het met een Vierdaagse te doen was ook wel dat ja, ja. om echt om een hele grote, dan ook te maken ja, voor die om, om echt hetzelfde uh, te hoe kunnen dan ook doen gewoon. met mensen, ja. wat Abraham Hicks voor mij heeft gedaan, en Tolle en Jode Spencer. en weet ik voor wie allemaal. Ja, ja. Daar die... was ik ze echt heel dankbaar voor. Ja, ja. En die uh, verslurp je nog steeds, zeg maar. Ja, wel. Ja. Het, 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 het verandert een beetje. Het is, het is. Uh, ik heb op een gegeven moment de knop moeten omzetten van uh, consumeren mm -hmm. naar produceren. Ja. Ja. Dat... ja, op een gegeven moment komt er zo'n omslagmoment. Ja. En, dan, uh... en goed... dat verandert ook je, je bedrijf daarmee. Dus, ja, uh, yeah. maar goed, ook ik heb nog steeds inspiratie en herinnering nodig. Herinnering aan, want ook ik heb een ego die het heel snel van me overneemt. <laughs> <laughs> Waar ik heel snel per ongeluk mee geïdentificeerd ben. Ja, kut. En uh, ja, dan zet ik ook wel even een podcast of, uh, of iets aan. Ja, ik ja. zit ook altijd wel in programma's. Ja, ja en, en je zegt ook van, nou ja, die, die vier je doet het dus in vier dagen. En ja. Uh, nou ja, in, na die vier dagen, of dan nodig je ze in uit om ja. een stap uh, verder met je te zetten. Uh, wat ik wel mooi vind, je zegt ook van, uh, het voelt voor mij niet uh, als verkopen. Uh, nee. erin, uh, en toch is het werk open. En dat ja. vind ik toch, het, uh, ja, zeg maar, de definitie. Want er vindt een transactie plaats, zeg maar ja, tussen een ja. en het ander. Dus uh, ja, dat vind ik uh, wel briljant uh, daaraan. Um, als dat dan gebeurt, en je nodigt uit uh, daartoe, mm. en mensen, ja, die gaan hem bestellen dan op zo'n moment. Hoe, hoe is dat dan voor jou op dat moment? Hoe ervaar je dat? Ja, dat blijft altijd uh, humbling. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Mm -hmm, ja, uh, Nederigheid, is een stom woord, ja? maar ja, ja, ik dankbaarheid. Ik ben, uh, ik, ik, ik ben echt, echt wel mensen dankbaar voor hun vertrouwen op zo'n uh -huh. moment. Ja. En ik ga ook echt all-in, omdat ik voel die dankbaarheid en ik voel ook het commitment wat zij doen aan mij. Dus daar, ik, daar ga ik ook vol gas op terug. Ik wil echt, ik ga wel echt echt next level elke all keer in, hier, all in alles, om geven. Alle, alles geven alles geven wat er ook maar in ja. huis zit en wat betekent en dat voor jou dan dat all in, uh... nou gewoon sowieso heb ik een, een team wat blijft groeien en wat ik wat, wat echt echt als een soort van warme wolk zo voor ze klaar staat weet je wel en ik zelf ben er ook eigenlijk wel echt altijd in mijn DM. S Sommigen vinden me zelfs in de WhatsApp, <laughs> in de mail. Ja, en, en, die, en die academie blijft ook maar groeien met bonussen, met extra video's. En, ja, ja. ja, je bent dus continu bezig van hoe kan ik waarde ja, absoluut. Voor, uh, ja. voor, voor je tribe ja. uh, Ik moet eerder leren om uh, uh, genoeg is genoeg. Weet je wel? Dat is eerder wat ik moet leren ja. dan. <laughs> Mag het ook een keer genoeg zijn, dat is een beetje het thema waar ik de laatste tijd in uitgenodigd word, voel mm -hmm. ik. Want het is ook wel eens gewoon een keer genoeg. Weet ja, je. ja, om geen overwel meer te creëren ja. aan de andere kant en zelfs nog precies. afhaken. Ja. Ja. Maar goed, dat zijn dan weer luxe problemen, ja, toch? Voor ja. je, je klanten ja. uh, daarin. En je zegt ook, je, uh, je doet het niet alleen, uh, nee. je doet het uh, met een team. Uh, bewust? Nou, een van de dingen die ik dus ook uh, uh, heb geleerd. dat was volgens mij ook James Wetmore. Die, die volgens mij was hij dat inderdaad. die zei. begin met het aannemen van een team. nog voordat je er klaar voor bent. Yeah. Dat was er ook zo eentje. die Bam binnenkwam, weet je wel. En dacht, nu zegt hij iets wat fucking slim is. En uh, dus dat, dat ben ik eigenlijk vrij snel ook gaan doen. Echt, echt, met echt een omzet waarvan je denkt, nou, nou, meisje, zou je dat nou wel doen? Weet je wel? En wat ging je diegene <laughs> laten doen dan? Wist je nou, dat al? Überhaupt dan? Nou, ik, met die eerste echt officiële lancering heb ik uh, iemand, nou sowieso de allereerste keer voor het aanzetten van de advertenties. Mm -hmm. Oh ja. Uh, nee, dat was voor die webinars. Met die lancering, dat is gek. Met die lancering heb ik toen wel weer mijn advertenties zelf zitten doen. Maar dat was weer een hele bewuste keuze, omdat ik. Het heel vervelend vond, want dat is wel met een team. Ik had de allereerste keer dus dat ik die webinars ging doen, had ik uh, iemand erop gezet om de advertenties uh, op Facebook te zetten en op Insta. Maar omdat ik er helemaal niks van wist, echt helemaal niks, kon ik niet goed haar voelen en monitoren. Dat vond ik toch vervelend. Ja, ja, ja. Dus toen heb Je had ik. Nog wat extra kennis eigenlijk. Ja, nodig ik had te weinig ook. kennis om haar ook weer. Ja, om met haar erover te praten en zo. Maar goed, dus heb ik bij die volgende lancering... heb ik mijn uh, advertenties uh, helemaal zelf aangezet. Voor 80 cent per lied hebben ze toen gedaan. Ja, die tijden waren er nog. Ja, dat, dat was helemaal zelf. Maar ik had wel iemand die bijvoorbeeld mijn landingpage maakte... en met die pixels dingen deed. Want dat snapte ik nee, dan allemaal nee, weer geen reden nee. van. Dat is wel technisch, ja. Het technische gedeelte besteed ik dan wel weer uit. En nu? En nu heb ik iemand op mijn mail zitten sowieso... Want ik, ik, ik klantenservice, dan moet je mij gewoon in niet... Een mail, dat wordt echt binnen no time één grote chaos. Dus ja. Josja, die is gewoon 24 uur 7 in de mail altijd bereikbaar. Ik heb iemand die uh, de, klaar staat voor de deelnemers als we het gevoel hebben dat ze een beetje vastlopen. Dus dan doet, uh, doen we een één op één release met ze. Ik heb Anouk, die natuurlijk gewoon sowieso de hele technische gedeelte van mijn bedrijf doet. Fijn, Aangraaf. ja. Graag vormgever, ja. Allemaal mensen inmiddels. Ja, dan ja. moet je het lekker niet meer. Uh, nee, zelf ik kan doen. echt alleen nog maar doen wat ik leuk vind, dat is vette dingen creëren. Ja, dat is wat ik doe. Dat is het enige wat ik doe. Ja, tof Toffe dat je dingen dat uh, zo uh, heb neergezet. Ja. en ik kan me voorstellen, want ja, um, uh, veel mensen doen inmiddels uh, een beetje challenges mee. Gaan ja. echt op grote aantallen inmiddels. Ja. Uh, Duizenden mensen uh, die je ja. aanhaken op zo'n challenge. Um, hoe ga je om met die uh, ja, ook wel pressure, zeg maar? Uh, het is ook energetisch gezien veel mensen die ja. uh, op jou uh, afkomen, uh, van jou dingen verwachten. Ja. Um, hoe ga je ermee om en lukt dat altijd, zeg maar, om dan ja, je energie hoog te houden? Heb je ook wel eens nervous breakdowns? Ja. Er zijn best wel veel momenten geweest Dat ik huilend op de bank bij mijn man ga zeggen En, zeg, en dat ik echt zo waar, Waarom ga ik niet gewoon met Albert heen werken ja. Wil je alsjeblieft de volgende keer zeggen Sintje doe het nou gewoon niet En dan zegt hij altijd, altijd Maar schatje je luistert nooit naar mij oh ja. En dan denk ik altijd Oh ja kut dat is wel waar ja. Dus ja nee dat zit, dat zit er allemaal bij Ja Ja ja, nee, die momenten heb ik zeker wel. En ik weet nog ook nog één keer dat uh, toen was ik voor de eerste avond van de, de challenge. Volgens mij was, de, was dat de tweede lancering. Zo zenuwachtig, zo zenuwachtig. En mijn, mijn zoontje, de jongste, die komt zo tegenover mij staan. Die, die ziet altijd alles aan mij. Die legt zo zijn handjes op mijn schouders en zegt, komt goed hoor mam. Oh, en, oh, en ik had oh, echt zo, oh, oké, okay, cool. En alles stroomde me mijn lijf uit. Ja. Tusseneens dat ik hem helemaal vertrouwde daarin. Weet je, oké, okay, als jij het zegt. Ja, ja. Goed. <laughs> dus nee, wel ja, wel. Ik, ik, ik heb. Maar goed, dan, wat ik natuurlijk doe, is dan gewoon echt loslaten, loslaten, loslaten. Gewoon mijn au eigen audio's in mijn oren en releasen. Ja, ja, ja. En echt, rust zoeken uh, weer van binnen. Ja, ook daar pas je dat dus weer toe. Zeker, ja, met ja, alles. Ja, ja. Ja. Ik, en rust zoeken van binnen, in welke vormen doe je dat? Uh, nou, vooral door het geblijf van mijn ego los te laten. Hm. <laughs> gewoon de stem in je hoofd loslaten, letterlijk. En mediteer, ga je dan mediteren? Of hoe je nou, dat een release is uit? eigenlijk een vorm van mediteren. Hè? Dus, dus wat, uh, ik, ik release meer dan dat ik mediteer. Dus dat is gewoon uh, ruimte geven, of, me bewust worden van de angst, de onzekerheid. Het verhaal wat hij met zich meebrengt. Dat is heel belangrijk, want hij komt altijd met een verhaal. Mm het -hmm, yeah. gaat niet lukken. Je bent hier niet goed in. Wie zit er nou op jou te wachten? Al dat soort kutstemmen. Nou, en dat verwelkom je in zo'n release. En dan besluit je het letterlijk los te laten. Ja, yeah, ja. Yeah. En dan. Uh, en dan stroomt het je lijf uit. And then you're free to go. Ja, en, en dan uh, kan je weer. Yeah. en dan kan het nog steeds Zo'n vaak, die eerste, dat had jij ook gezien, uh, die eerste sessie ben ik vaak toch best zenuwachtig. Yeah, ja, yeah. Nee, ja. En we zijn een mens toch? En het veel groter Ja. Weet je waar ik zo blij om ben? Dat ik inmiddels heb ontdekt dat. Uh, ik, ik heb gewoon. Ik heb een heel kort lijntje met het universum. Met mijn ziel, met God, met Source, hoe je het ook maar noemen wil, weet je wel. En ik heb inmiddels wel echt erop. Uh, ik kan er echt op vertrouwen dat het eigenlijk niet uitmaakt wat ik doe. Hoe, hoeveel stampij ik ook maak, dat, dat lijntje is er gewoon. En, en het universum doet zijn ding wel. Ja, ja die regelt het wel goed. Die regelt het gewoon wel. Als ik. Hoeveel drama ik ook schop, het, het, het komt eigenlijk altijd gewoon wel goed. Ja, ja. Oh, dus dat, dat vertrouwen begint ook steeds meer te groeien. Dat is ook heel fijn. Ja, ja. Hey, en als je ja, naar de toekomst kijkt, wat voor. Uh... Grote dromen heb je nog. Ik wist dat je dit ging vragen. Weet je, ik zat ja? in de auto. En ik denk, deze gaat ze vragen. Ja, nou, die dus is. Ik, ja maar weet je, en ik. Was, heb je die überhaupt? Nou, hoor? ik bedoel, ja, ja, ja niet. Uh... Nou, er is één korte termijn droom en en dat is een een, 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 een heel fijn, mooi, echt super mooi landgoedje kopen ergens in het zuiden van Europa. Dus dat dat gaat sowieso ergens mm -hmm. volgend jaar gebeuren. Ja, en ja. Dat wordt moet echt een plek worden voor mij. Ja. Uh, maar ook voor mij en mijn man samen. We beginnen heel veel zin te krijgen in een leven met z'n tweetjes weer. Die kinderen worden steeds die worden ouder. Die worden wat ouder, hè? Ja, ja, ja. Maar ook dat het een hele mooie plek is voor de jongens en al hun vrienden. Want ze hebben echt, ik weet niet hoeveel vrienden, die ook voor mij als mijn kinderen voelen. Dus mijn droom is eigenlijk om mijn bedrijf zo groot neer te gaan zetten. Dat, dat ik alle financiële vrijheid heb om daar een tweede leven te creëren. Voor mij en voor de hele familie. Ja, ja. En ook is. de extended family, dus dat, ja. dat is een droom. En ik dacht, ja, wat heb ik eigenlijk verder nog meer verdromen? Maar echt letterlijk, Wendy, dat is alleen maar dit bedrijf gewoon steeds groter maken. Ja. Gewoon echt de impact gaan maken die, die voorbij eigenlijk mijn wildste fantasieën gaan. Mooi. Dus ik wil gewoon een doorgeefluik blijven zijn. En eigenlijk denk ik, ik zat ook wel te denken, ik heb niet zo. Ik heb ook gewoon ontdekt en. Ik denk dat de meeste mensen die op een bepaalde manier uh, successen behalen in hun leven, erachter komen dat daar het geluk eigenlijk helemaal niet te vinden is. <laughs> ik ben nog de eerste keer dat ik, weet je, wel dan een paar ton op je rekening, eindelijk heb staan, weet je, of eindelijk. Dat ging natuurlijk best wel snel. En dat, ja. ik, dat ik dacht. Ja, dat ik bijna een beetje teleurgesteld was. Ja, wat het over, is. Ja. ja. Oh, oké. Okay. En, en, ja. en dat vond ik ook helemaal niet zo leuk. En toen heb ik ook een beetje in een gat gezeten heel even. Van ja, kut. Maar ik. ik dat wel, daar ging ik toch voor voor deze dromen, weet je wel? Dus, dus dat is even dat is een heel grappig moment. Het heeft echt iets van twee maanden geduurd voordat ik daar even van bij moest komen van die, die, die desillusie. Dus het gaat om dan mijn... is het ook maar gewoon geld, hè? Ja. Wat het is en, dan en, denk je, en, ja, nou ja, en voegt het in. Ja, ja, het voegt echt wel heel veel toe aan je leven, maar niet per se aan je geluks. Nee. Aan je niet per se aan je geluk. Nee, niet, nee. niet niet. Wel aan je vrijheid vind mm -hmm. ik wel echt. Absoluut. En in een bepaalde mate ook heus wel aan je geluk, want ja, je, je kan daardoor wel dingen inkopen waardoor je jezelf kan voeden en nou. en meer impact kan maken. Ik en bedoel, meer dan ook maken. al door investeren, natuurlijk. Ja. Precies. Maar, uh, maar het gaat hem vooral ik over. Ik snap mijn, wat je bedoelt. Dat gewoon, gevoel erbij. Dan. Ik wil mijn connectie met, uh, met Source, met God, met het universum. Wat het woord ook maar is voor voor wie meeluistert. Daar die wil ik gewoon blijven versterken. En, en, en een hele grote impact maken hier op deze wereld. Ja. God knows we need it. Mm -hmm, absoluut. Nou, ja. Zeker nu. Ja. Meer dan ooit. Uh, met ja. uh, he, alle crisissen die uh, op ja. alle vlakken aan het spelen zijn. Hey, en um, wat ik zo mooi vind erin je zegt al van nou, ik wil uh, een mooie plek, zeg maar, in het zuiden van Europa. Um, nu ga je met je aankomende ja. lancering, weet ik. Ga je al een ja. stapje daarin zetten. Ja. Kun je daar wat over delen nou, en waarom je dat doet? En, en, en daar heb ik al flinke angst aan vallen op gehad. Oh. Dus ik ga inderdaad mijn lancering vanuit Zuid-Portugal doen. Want ik wilde niet weer een, uh, een lancering doen met een gezin om me heen. Dat, vond ik, dat heb ik echt, echt elke keer... Dus aan de ene kant wilde ik het wel, want ze zijn mijn anker. Maar aan de andere kant voelde ik ook... Ze halen me ook telkens uit mijn ding. Mm -hmm. Ja. Dat is, ik heb mijn kantoor gewoon thuis. Dus ik dacht, je, ik ga gewoon lekker in, het, in een heel heel luxe mooi plekje zoeken. Ja, <laughs> dat is gelukt. Dat is prachtig. Maar goed, ik had geboekt. En toen begon het hè. -tuk -tuk -tuk. <laughs> Wat ga ik doen? Oh nee, 16 nachten zonder Jorrit. Alleen dat al. Ik ben echt nog nooit langer dan vijf nachten zonder hem geweest. En dan die hond en dan die kinderen. Ja, toen heb ik wel even flink op moeten releasen. Ja, 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 maar nu heb ik er vooral heel veel zin in. Ja, ja. En wat maakte het dan dat je het toch deed? Ja, ja, ja. Nou, ik laat emoties niet meer bepalen wat ik doe in dit leven. En, en dat, dat hoop ik eigenlijk ook. Ja, fantastisch. Uh, deelnemers, volgers, wie dan ook. Dat hoop ik ze zo mee te geven. Want emoties zijn niet het juiste kompas. Nee. Echt niet. Het is, het is gewoon. En als je dan vraagt: wat dan wel? Verlangen, joy. Uh, het, dat eerste moment. Oh, dat zou ik wel willen. Dat moment voordat de emoties komen. Als je die gaat leren volgen in je leven, ik zweer het. Dan ja, komt alles goed. Dan zit je op de juiste weg. Dan ben je je ziel aan het volgen. Dan zit je in inspired action. Dan zit je in je intuïtie. En dan komt elke intentie tot leven. Ja, ja. Dat is de plek waar je, waar je wil zijn. Ja, en daar moet je soms wel, want dat emoties loslaten betekent ook dat je ze even moet voelen en verwelkomen. Mm -hmm. <laughs> en daar... en, en dat? En dat vinden wij nooit zo fijn, nee. dus we doen liever dit. Ja, ja. Maar daar ja. houden we ze natuurlijk mee vast ja. en dan gaan we ze laten bepalen wat we wel niet doen. Weet je, hoeveel mensen hun dromen opgeven voor hun fucking emoties? Mm -hmm. Echt alleen maar emoties. Ja, ja. het zit. En, en wat zijn daar dan de effecten van? Zeg maar, hoe vertaalt zich dat dan? Waar, waar zie je dat dan in? Want ik denk dat ook mm, veel uh, mensen in Nederland niet bewust zijn hiervan dat ze dat doen. Dus ja. hoe uitzicht dat dan? Ja, dat. Hoe, hoe zit... Of we laten het dan zo zeggen maar. In... Nou, dan blijf je zitten waar je zit. Dan blijf je die terugkerende problemen aantrekken. Dan blijf je uh, in een relatie zitten waar je je eigenlijk niet thuis voelt. Dan, dan blijf je in een baan zitten waar je je eigenlijk niet thuis voelt. Dan ga je je prijzen niet verhogen omdat je denkt dat kan niet, omdat je onzekerheid voelt daarover en laat je dus onzekerheid bepalen of je wel of niet je prijzen omhoog doet. Ja, dat is een ja, klein weer voorbeeldje. Emotie. Ja, ja, ja. Uh, mooi voorbeeld. Ja, dat is gewoon. Dat is een schoolvoorbeeld natuurlijk. Van dat mensen, mensen, weet je hoe vaak mensen tegen mij zeggen: Ik wil ook passieve inkomens. Ja, yes. ja. Dat kan je wel willen, maar je laat nu nog voornamelijk je emoties bepalen of het wel of niet kan. Ja, ja. Dus ik voel ook onzekerheid bij heel veel keuzes. Maar ik ga niet meer die onzekerheid laten vertellen of ik het wel of niet ga doen. Nee, nee. Dus, maar dat betekent dat je dus heel. Um, jij bent al heel bewust ja. van die emoties. Ja. Want dat is natuurlijk wel een. Ja. Eerste stap. Dat is een of... eerste stap. Ja, ja. ja, ja en daar ja, ja. heb je jezelf dus echt in getraind om. Daar... Ja, want ik. Verge... Vergis je niet, dat is echt niet altijd zo geweest. Sterker nog, in die. Eh, eigenlijk, ik, eerlijk gezegd, denk ik, bijna mijn hele leven heb ik gedissocieerd. Dat is letterlijk gewoon niet voelen. Dat is gewoon niet aanwezig zijn in je lijf. Mm -hmm. En vooral als ik in contact was met andere mensen. Dit wat ik nu doe met jou, hier nu aanwezig kunnen blijven, bewust. Ja, ja. dat had ik. Drie jaar geleden nog niet eens gekund. Toen was ik de hele tijd weg geweest. En dan was ik hier weggelopen uit deze studio. En dan had ik buiten de studio gedacht. Geen idee. Wat ik allemaal gezegd heb. Ja. Zo los was ik van mijn. Zo niet bewust was ik. Ja, ja. Dus dat, ook dat heb ik letterlijk gemanifesteerd. Ook daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd. Ik wil kunnen voelen. Ik wil bewust zijn van alles wat er zich in mijn bewustzijn afspeelt. En ook, ook dat heb ik gemanifesteerd. Ook letterlijk daar de wet van de aantrekkingskracht voor gebruikt. Ja, ja ik gebruik dat ding echt voor alles. De hele dag door. De hele dag door. Ja, ja, ja. maar wel een fantastische manier om dat uh, te ja, doen. Ja, want alles wordt heel makkelijk daarvan. Je hoeft nooit, nooit meer je eigen kracht te gebruiken. Nee, nee. Alleen nog maar je intentie. Dus je alleen, dus wat wil ik? Oh, dat wil ik. Hop. Daar op die, op die golf van gaan zitten. manier. Ja, ja, en dan erop vertrouwen. Dat is moeilijk. Ik vind het ego niet leuk. Vertrouwen is mm -hmm. dus niet zijn ding. Dus, <laughs> maar dan, dan ja, dan, het, komt gewoon naar, het gebeurt gewoon. Ja, het, het is ja. echt letterlijk hoe het leven werkt. Oh, mooi. Hey, en als um, je nu uh, tegen nou ja, de luisteraars, ondernemers die ook online uh, ondernemen. als jij daar nou eens uh, drie adviezen aan mocht geven, welke adviezen zou je hen dan. Uh, willen meegeven vanuit jouw ervaring. Nou, de eerste is dan, de eerste wat in me opkomt is uh, follow the joy. Echt uh, bij elke keus die je maakt kies gewoon letterlijk waar jij je goed bij voelt, wa wa waar jij van aangaat, waar jij zin in hebt. Dit is al een hele moeilijke. Hè? Doen waar je zin in hebt. Weet je hoe ver we daarvan afgeslagen zijn hier Er hierin. zitten zoveel overtuigingen op. Ja. Ja, 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 ja. Gewoon dus, al maatschappelijk gezien. Ja, dat al. bedoel ja. ik. Kijk, Als ik kijk naar mijn jongens wat ze op school leren. Nou, ja. dan zegt het tegenovergestelde van ja, zin ja. volgen. Dat is echt, <laughs> ze moeten al naar school <laughs> Dat dus Het is één grote al. ja. bak met. Uh, ik wil dit niet, weet je wel. Dus dat alleen al is, is, is hele, Dat zeg ik heel makkelijk. maar dat is dus helemaal niet zo makkelijk. Om gewoon letterlijk te doen waar je zin in hebt. Uh, dat is één. Twee. Kies voor een... Bedenk eerst hoe je wil dat jouw leven eruit ziet en kies een verdienmodel wat dat gaat dragen. Ja. Dus echt voor mij, daarom, ik doe twee lanceringen per jaar. Dat is, dat is heel bewuste keuze. Want ik wil uh, financiële vrijheid. als één, ik wilde, ik wilde natuurlijk meer dan 60% van mijn inkomen moest passief worden. Nou, dat is al, al ruimschoots ruim gelukt. Dat wilde ik omdat ik gewoon fysieke vrijheid wilde hebben om zelfs gewoon ziek te zijn. Weet je wel? Ja, nou ja. ben ik dat inmiddels niet meer... maar toch, je weet maar nooit. <laughs> um, dus ik ben heel goed gaan nadenken... van hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet... en welk verdienmodel gaat dat dragen? Dat is, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, want die, die is cruciaal denk ik. Ja. Ik bedoel, ik kies het verkeerde verdienmodel... Ja, en, en je, uh, je zit, zit gevangen. gevangen in een urenfabriek. Precies, uh, bijvoorbeeld, precies. En, precies. Dan, uh, yeah. en ja, en dan... Het is dit is wel een beetje... Het is, toch, het is misschien, oh, ik heb er best wel mee... ik merk dat veel mensen ermee worstelen, maar toch... Word je bewust van voor wie jij hier op aarde bent gekomen? En, en ook, dat, ook dat kan je weer manifesteren. Dat is een beetje flauw om te zeggen, maar ja, ik, ik heb daar letterlijk dat ik op een gegeven moment. Kijk, al die marketinggekjes zeggen natuurlijk. ken je doelgroep, ken je doelgroep. Ik werd op een gegeven moment helemaal gek van: ik ken mijn doelgroep. Weet wat? Doet, ah, weet je wel. Wie is nou, wie is nou mijn doelgroep? En, maar dat is wel echt vet belangrijk voor een online uh, bedrijf. Want je. je je advertenties, die ga je alleen maar echt goed kunnen schrijven als je weet wie die andere persoon is. Die je wil uitnodigen in je business. En hoe heb jij dat dan gedaan? Nou, ik, ik, ben dus, ik, ik ben daar heel erg in op zoek geweest. Totdat ik op een gegeven moment dacht. Ja, dan nou loop ik wel zo te kloten, maar ik kan dit gewoon gaan manifesteren natuurlijk. Dus ik ben een intentie gaan zetten van ik weet wie mijn ideale klant is. Dat wist ik toen nog niet. Ik, ik formuleer het ook vaak zo: ik sta mezelf toe om te ontdekken op Een heel diep level wie mijn ideale klant is. Ja, ja. Dus dan ga ik, ga die, ja. ik ga helemaal die intentie voelen. Ja, en dan, en, dan, en dan gebeuren er ineens dingen waardoor dat helder wordt. Ja, ja. Waardoor het uh, klikt. Ja, ja. ja. Dus dat, dat, is wel, dat is wel belangrijk. En ik, uh, ja. je noemt het net al eventjes op. Je kiest dus heel bewust voor uh, uh, twee lanceringen in een ja. jaar. En ik vind dat echt vet inspirerend in deze tijd, oh, ja? omdat het uh, veel gaat natuurlijk over. Kijk, jij hebt ook grote dromen, grote verlangens, maar ook in hoeveelheid, weet je wel, meer, meer, meer yeah. en hup bam, die agenda uh, rampe. Oh. Um, ja, misschien, ja, ik kijk natuurlijk veel achter de schermen mee. Dus, uh, maar jij kiest er... Hey, je zegt dat... Voor ik heb echt een lege agenda. Ja, maar dat vind ik uh, heel erg inspirerend. En denk mm. voor de luisteraar ook om te horen. Dat ah, je ja. ook daarvoor kunt kiezen. Ja. En daar ook gewoon al uh, ja. fantastische... Uh... Ja, maar ik denk heel eerlijk gezegd... Je kan veel beter als je voor kwaliteit kiest. Mm -hmm. Dan komt kwantiteit vanzelf. Ja. Ik bedoel, als ik vier lanceringen per jaar zou doen... Man, er blijft, er blijft niks voor mij over. Terwijl als, als ik twee lanceringen doe en echt alle alignment tijd heb voor mezelf, om, om dus mezelf helemaal in alignment te brengen met het re resultaat, want dat doe ik. Hè. ik, ik 80% van de tijd die ik besteed aan zo'n lancering gaat over zoeken naar mezelf, of nee, mezelf in alignment brengen met de impact die ik wil dat mijn lancering gaat hebben op de. 5, zes, zeven, acht, 10.000 mensen die aanhaken. Ja, ja. Um, dus je gaat echt op die energie zitten. Ik ga echt die, die energie. Echt, ja, 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 heel dat, dat dat. Maar en dat dat kost, kost tijd. Maar de, dan gebeurt het ook. Ja. Terwijl als ik het zou. Maar vier dat is dus die frequentie, die trilling waar je dan op komt ja, en dan. En ja. en dan gaat het dan. Als ik als ik dat met vier lanceringen zou moeten doen. Ik moet, er niet, ik moet er gewoon niet aan denken. Ik heb er gewoon helemaal geen zin in. Ik moet er niet aan denken. Nee, nee, nee. En plus, dat zit nog een dingetje bij. Ik, ik nogmaals, een hele grote intentie was... Denk we even terug aan toen ik ziek was... en gratis naar die teasings van Abraham Hicks kon luisteren. Ik wil ook tussen die lanceringen echt... Uh, en dan ga ik, heb ik besloten me volgend jaar echt next level in te gaan tillen. Dan moet ik ook onzekerheden en shit nog voor gaan loslaten. <laughs> dat voel ik wel. Maar ik wil mezelf echt op een veel hoger niveau plateau gaan tillen als het gaat over gratis content delen voor mensen die nog niet mijn programma kunnen betalen. Ja. En daar heb ik dan ook veel meer tijd voor. Ja, vet. Dat, dat gaat niet als ik alleen maar bezig ben met het verkopen van mijn programma. Nee, nee, nee. Dus je kiest er echt bewust voor om ja, daar heel, ruimte te, ja. te houden. Terwijl ik het heel ja. leuk vind om te doen, hè? Ja, ja, Het ja, zijn ja. mijn favoriete momenten van het jaar. Ja, ja, ja. Daar ga je echt naar uit. Maar dat, ik vind het heel inspirerend dat je daarvoor zo bewust kiest. Ja. Van hier ga ik goed op. En ja. daar ga ik dan ook voor. Ook die zin weer volgen. Van ja. hey, dit is gewoon ja, waar ik gewoon in de allerbeste ja, ik staat. Ik ga gewoon ben. voelen. Ik dacht één keer per jaar vind ik te weinig. Dan kunnen mensen maar één keer per jaar instappen. En ja. drie keer. Drie, weet je, ik, ga gewoon, ik ga gewoon die getalletjes ook af. Hè, en dan ga ik voelen. Ja, ja, ja. Van wat drie, keer, drie keer zou nog kunnen. Drie keer zou nog kunnen. Maar ja, twee keer voel ik echt ja. Ja. Lekker. Oh yes. Ah, ja dus het eigenlijk gevoel. kies ik op basis van ah, ja lekker oké okay, cool en oh. dan weet ik dat het de juiste keuze is ja oh dat vind ik een hele mooie afsluiter ja. ook van ja. uh, deze, uh, dit interview en dit gesprek uh, om dat gevoel te volgen ja ik echt. Dat dat echt als je wel, dat gaat doen uh, experimenteer er gewoon eens drie maanden mee en ja. kijk, kijk wat er gebeurt in je leven ja, echt. maar echt gaaf ja. heel gaaf hey, als mensen meer van jou willen weten waar kunnen ze je vinden nou sowieso op Insta ben ik lekker actief uh, op @arazina.nl en uh, mijn website arresina.nl ja, ja. <laughs> Ik heb een podcast dat is uh, manifesteren en loslaten met Arresina. Uh, daar kan je me ook volgen. Ik heb een YouTube kanaal inmiddels ook Arresina. Ja, het ja is heel alles is gewoon Arazina. Ja. <laughs> <laughs> nou dan gaat het en goed. En natuurlijk komen. 21 tot 24 november um, ja uh, uh, de workshop. Ja. Workshop, dus uh, twee keer per jaar, maar ja, ja, dus, het is wel wat dus ik doe. Ik ga je Lastig letterlijk goed. leren loslaten. Maar ja, oh, mensen letterlijk leren hoe je ja, onzekerheid, angst, boosheid, wat dan ook, al die low frequency feelings, echt, ik zweer het je in 10, 15 minuten laat je het los. Ja. Nou, fantastisch. <laughs> ik weet wel wat ik ga doen. <laughs> Dankjewel Aristina voor dit gedaan. mooie gesprek en uh, voor je komst. En, uh, nou, ja. Jij ook, bedankt. Heel graag gedaan.